Hij zegt dat hij een kluis heeft gevonden. Je wordt geroepen. Bieldop. Een oude prullenbak, man. Een middelvorm, denk ik. What up? Wat zijn we ook, man? Oeh, jezus. Ik ben ook normaal, man. Ja, dat ging bij. Hey, man. Vandaag is het de debuut, hè? Ja, man. Ruud debuut. Jezus. Ja, nou, lekker in zijn trein. Lekker voor het film of zo. Maar vandaag gaan we met Ruud Toyshotcher. Of Ruud van Toyshotcher, zeg ik het precies goed. Gaan we vandaag magneet vissen. Dus ja, Ruud, bereid je maar voor, man. Wij zijn niet zomaar magneetvissers. Dit wordt de Ruud debuut vandaag. Ja, de Ruud debuut. Nou, ben je al een beetje aan het ijswerpen geweest? Leuk, hè? Ja. IJs. Maar IJs. Het is bevroren. Maar deze kant gelukkig niet. Dus alles dat je al eruit gehaald, hè? Mooi, man. Ik weet niet wat het er goed aan is, maar tilt het. Maar Ruud de Buut is onderweg. Ruud de Buut is onderweg. Ruud de Buutje is onderweg en dan gaan we vissen met de Toyshotcher. Nou, dat soort dagen komen dus ook voor. Dat je gewoon even niks vindt. Pas nog maar op, straks flik je erin, jongen. Nee, joh. Pas nog op. Maar ja, we hopen nog steeds wat te vangen, want ik denk dat Ruud het al gewoon heeft geplukt, man, hier zo. Hoe moet je ook aan het doen, man? Magneetvissen en ijs. Hey! Daar zijn we. Hij is Ruud de Buut. Hij, daar zijn we. Daar is hij, hoor. De Toyshotcher. Toyshotcher. We gaan vandaag even weer... ja, dat zeg ik wel vandaag. Het is al het eind van de dag, man. Maar ja, we gaan er wel wat proberen nog uit te halen. Hebben jullie die kant, deze kant ook al geprobeerd? Gedeeltelijk. We gaan altijd even een worpje wagen. Hier dan, man. In het donker nog. Hadden we hier die kassa's. Ja, dat wordt de vorige video gezien inderdaad. Dat is wel mooi. Gaat nou, mensen, ik dacht dat ik een wapen eruit haalde, maar... Kijk eens wat er hier omhoog komt. Oh, wat komt daar omhoog? Oilai of Lars. Ja, we hebben wel een ketting. Ketting? Een ketting. Nog een ketting. Zullen we hem maar voor om je nek, weet je, hoor. Mooi hangertje eraan en dan een beetje door de bel maar heen lopen. Ah, moet je kijken, die heb ik van een fan gekregen. Wat is een fan gemaakt? Die heb ik van een fan gekregen. Dat is gaaf. Een mini toystool. Die dingen krijgen wij niet, hè? Nee, nog niet. Komt er bij... worden gehaat overal op internet. Nee. Nou, wat je allemaal niet kan met de thermomagneet. Ja, dat gaat goed, hè? Vast zit aan de leuning. We hebben met z'n tweeën een scooterblok eruit getrokken. Nu ook verkrijgbaar bij. Ja. Volgens hun is het een Piaggiootje. Wat zou zijn van een Zippy, ja, of zo? Nee, het is toch niet vestbaar. Volgens mij is het zo'n retro. Oh, ja, daar hebben we twee retro's eruit gehaald. En je reet ook. Maar reet ook. Wauw, leuk. Nou, dit is wel leuk. Dit is een Piaggio, hoor. Ja, maar dit is, weet ik ook echt niet. Te zwaar. Blok. Een rijtje. Helemaal vast. Hij is wel vast. Oh, mooi met troep. En staat wat. Dit is, weet ik ook niet. Ja, nog wat? Wat een patroontje. Daar word je toch ook scheidziek van, hè, van die kutdingen. Ja, joh. Als die gasten zo stoer zijn om de held uit te hangen met een lachgas, laat ze dan dat ze echt moderne stoer zijn en hun eigen troep opruimen. Dat is waar. En Jeff, ben je nog gelukkig? Ja, ik ben alleen mijn verstand kwijt. Je verstand kwijt? Ja, dat was daarvoor al, hè. Voor de... Nou, we hebben een kogeltje en een theelepel. Dan ga ik het aan Ruud vragen, want die weet er even wat meer van. Ruud, wat voor kogel is dit? Ik denk dat het een theelepeltje van de macro is. Dat is wel mooi, hoor, deze. Nee, ik weet het niet. Dat was het ook, hè?
schoonmaken, troep eraf. Oh, de politie komt eraan naar zo. Nee, ik weet niet. Ja. Ga maar weer. Hoppa. Nou, Glenn. Mooi man. Mooi. Trots op. Dit is een bootstoeletje. Bootstoel. Ga je nog aan die mensen. Blikje. Ga je dat ook nog aan die mensen teruggeven, of niet? Ja, ik tief het straks gewoon op die boot bij ze. Ruud de buurt. Ruud de buurt. Ruudje. Die Heineken uit Amstel. Heineken uit Amstel. Hey? Bierdopjes en dingetjes en datjes en... Wat heb je gewonnen? Kijk mensen. Ik denk nu allemaal dat het van mij is, maar het is helemaal niet zo. Jawel. Jezus, ik heb er eens los maar zoveel. Wat heb je dan? Ja, niet kijken, hele vertier. Hoppa. Ik ben er gewoon niet vrolijk van, hè? Ja. Ja. Nou, ik zat weer precies op de goede plek. Drink jij zoveel? Ja, echt. Kijk, dan krijg je dan weer, hè? Mensen gaan me allemaal alcoholist noemen. Vandaar die buik. We rijden er ver, hè? Hey man. Hij zegt dat hij een kluis heeft gevonden. Je wordt geroepen. Maar dat heeft hij. Ja, lekker. Waarvoor laat je me dan komen? Omdat het zwaar is. Oké, okay, dan help ik je wel. Een wieldop. Een oude prullenbak, man. Een middelvorm, denk ik. Oude prullenbak? Dat is geen prullenbak. Hou vast, hou vast, hou vast. Ja. Godver, hou wat maak hem los, maak hem los. De Jeef. Oen. Zwaar, hoor. Ja, ik ook. Jezus, doe je hier zoveel moeite voor? Blijkbaar, hè. Kom, jongens. Ja. Huppa. Nou. Tief is hij. Nou, ik vind het wel een hele mooie kluis. Nou, snel, hey. Snel weer teruggooien. Je kan lullen wat je wil. Er zat wel geld in. Oh, geld. Toch nog wel een stukje. Ja, dat is een zwaard hoor. Als het is rondduit, dan gooi ik hem gewoon weer terug. Dan loop ik erin, is het geen kluis. Loop ik 10 seconden weg, heeft hij een geldkistje. Joepie. Ik vind het lullig, Ruud. Toch nog een geldkistje. Toch nog een geldkistje, hè? En wij hebben jou maar uitlachen. Kijk, ze zaten mij de hele tijd uit te lachen, want geldkist en mooie plekken, jullie hebben nooit wat. Ja, even de grote voet voor jou eraf halen. Nou, hij is open, dus er zit waarschijnlijk helemaal niks meer in. Jawel man, positief blijven. Positief blijven. Hier, hij is open, dus er zit er echt niks in. Er zit wel wat in, maar... Centjes. Niet hetgene wat we zoeken waarschijnlijk. Nee, hij is wel leeg, denk ik. Hij is leeg. Godverdamme. Stinkt dat altijd, hè? Ik denk dat jij het bent, man. Nou, dus het ligt er wel, jongens. Ja, dus wel, ja het ligt er wel. Als het lullig vindt van jou, Ruud, dan roep je mij eerst. Dan roept hij mij eerst dat er een kluis ligt. Dan help ik hem, er zit er geen kluis in. Dan loop ik 10 seconden weg, vindt hij een geldkist. Ja, mooi, hè. Hij ligt hier. Hier, lekker pijntje. Nou, vissen nog, hè. Ja, op de sieraadjes. Ik gooi het een 3 nog even in. Zou het ook maar doen. Gouden Rolex. Ja. Nou, ik stop ermee Ruud, maar volgens mij heeft hij wat meer geluk dan... Ja, hij heeft een stekelvarkentje. Of, lijkt wel een zee-egel. Stekelvarkentje. Ik heb mijn uitzet. Heb je dat tegen mij of tegen dit ding? Ja, beide. Oké. Okay. Nou ja, dit was het voor vandaag. We gaan er vandaag mee stoppen. Er komt binnenkort weer een nieuwe video aan. Wat ik wel even wil, ik wil dat jullie allemaal gaan abonneren op de Toy Soldier. Komt een link in de beschrijving. Ook even in de reacties ga ik een link zetten, want ik weet dat sommige mensen eroverheen kijken. Jullie moeten abonneren. Niet denken van, nou, ik ga het niet doen. Gewoon doen. Gewoon doen. En als je het, en als je het wel doet, dan maak je kans op een Lamborghini. Bij hem. Oh. Jullie leggen de lat wel hoog. Nee. Ja, gewoon zo'n Lamborghini'tje. Als jullie willen abonneren is het leuk. En gewoon kijken. Nee, er komt een blijkbare video, maar dan van deze dag. Jullie hebben nu... video van All Day MD gekeken.
Maar er komt een vergelijkbare video, maar dan vanuit mijn ogen, van dezelfde dag. Dus kan je gelijk even kijken. Al checken, gewoon abonneren, liken, delen. Belletje aandoen, dat is ook heel belangrijk. En bij de 15.000 abonnees gaan we weer een thermomagneet weggeven van Magnetar. Zo, check it out. Oeh. Oeh.